De afgelopen tijd hebben jullie vragen kunnen stellen aan onze restaurator Klaas. Ja. En we zouden graag een aantal van die vragen nu gaan beantwoorden. Klaas, er is bijvoorbeeld een vraag gekomen over waar inkt van gemaakt werd in het verleden. Ja, inkt werd gemaakt van verschillende ingrediënten. Werd het samengesteld. Elke inktmaker had zijn eigen receptuur. En binnen die receptuur, binnen de verschillende soorten ingrediënten, waren de verhoudingen per inktmaker ook nog verschillend. Vandaar ook dat je lichtere en donkere inktsoorten tegenkomt in oude stukken. In de basis komt het erop neer dat je oud ijzer in zuur gooit, bijvoorbeeld in azijn. En daar bleef het dan een aantal dagen in liggen. Daardoor kreeg je een oplossing van ijzersulfaat. Dat werd gefilterd door een doek. Daarnaast had je galnoten, die gewoon in de natuur groeien, vaak onder eikenbladeren. Die werden gestampt en die werden gekookt in ruim water. Dat werd ingedikt en werd bij het ijzersulfaat gevoegd. En als bindmiddel werd er dan vaak Arabische gom aan toegevoegd. En dat was eigenlijk het basisrecept voor ijzergallusinkt. En dat werd gebruikt in de 17e en de 18e eeuw? 16e, 17e, 18e eeuw, ja. En is dat nou goede inkt die je vandaag de dag nog zou kunnen gebruiken? Het is een hele goede inkt. Het blijft mooi donker. Het verbleekt heel slecht. Het is watervast. Dus als het nat wordt, dan gaat het ook niet van papier af. Dat is voor ons restauratoren heel makkelijk. Omdat je dan natbehandelingen aan papier kunt doen. Het heeft wel een nadeel, want dat ijzersulfaat heeft als bestanddeel azijn of zuur. En dat vreet dus heel erg in op het papier. En dan ontstaat dus eigenlijk het inktvraat verhaal. En inktvraat is een schade aan papier die niet te herstellen is, maar wel het papier wegvreet. Dan kun je daar een voorbeeld van laten zien? Ja, ik heb daar een paar voorbeelden van. Ik heb hier bijvoorbeeld stukken waarbij je kunt zien dat de letters van de vorige bladzijde eigenlijk aan deze kant zichtbaar zijn. Dat is niet omdat het papier zo dun is en de inkt zo zwart, maar dat is omdat de inkt eigenlijk door het papier heen vreet. En dat kan heel extreme vormen aannemen, zoals deze donkere vlekken bijvoorbeeld. Daar zie je aan de andere kant dat het ook vrij dichte vlekken zijn. Het kan hele extreme vormen aannemen. We hebben daar een heel leuk voorbeeld van. We hebben hier een boek. Een dik pak. Een heel dik boek. En in dit boek heeft een schrijver heel driftig zitten schrijven. Zo driftig dat hij zijn inktpotje heeft omgegooid. Met als gevolg dat de inkt helemaal over de bladzijde zit. Maar daar waar de inkt zit, het is helemaal naar boven gelopen, daar is het papier gebroken. De rest van het papier is gezond, maar daar waar de inkt zat, heeft het in de eeuwen zo ver in het papier doorgevreten dat het papier gewoon kapot is. Het heeft gebroken losgelaten. Het heeft losgelaten. Dat kan inktvraat doen. Het proces is te stoppen. Ja, je kunt dit niet. Dit proces kun je niet terugdraaien. Nee. Want dat papier, nee. dat is kapot. Dat kun je het misschien papier lijmen. Is kapot. Maar dit gaat nog wel door. Waar hier de inkt zit, dit zal in de toekomst er ook uitvallen. Dat proces is te stoppen. Door chemische behandeling kun je dat proces stoppen dat het niet verder gaat. We kunnen het niet terugdraaien. We kunnen niet meer deze inkt verwijderen. Nee. Dat is niet mogelijk. We kunnen de scheuren natuurlijk repareren. Maar daar blijft het dan ook bij. Dus als ik jou goed begrijp, eigenlijk dat recept dat was toen, dat was ideaal om als inkt te gebruiken. Ja. Maar als je een stuk over een paar eeuwen nog wil kunnen lezen, dan kun je beter een andere inkt gebruiken. Als er te veel zuur is meegekomen in de inkt vanuit dat ijzersulfaat. Okay. Er zijn ook, kijk, de rest van deze inkt die je hier ziet, die is nauwelijks doorgedrukt. En die is toch ook al een aantal eeuwen oud. Dus dit is een goede inktsoort geweest. Maar in zulke grote hoeveelheden is het wel fout gegaan. Heel iets anders dan inkt. Er is ook een vraag gesteld over of wij kaften en ruggen van boeken restaureren. Of dat een hele andere tak van sport is. Bij het Gelders Archief restaureren we nauwelijks boekbanden. Het gaat ons hier bij het Gelders Archief natuurlijk om de informatie die in de boeken staat. En die zijn geschreven op papier. Dat papier, dat willen we bewaren. Of het nou losbladig is of in een band zit, dat maakt niet zoveel verschil. De meeste banden zijn ook gewone gebruiksbanden, waarvan er genoeg zijn die nog in goede staat zijn, dus uniek zijn ze niet. Je hebt soms wel eens bijzondere banden, bijvoorbeeld mooie oude leren banden,
die eigenlijk zo mooi en bijzonder zijn, dat ze toch wel gerestaureerd moeten worden, omdat ze anders gewoon uit elkaar vallen. Daar heb ik hier ook een voorbeeld van. Dit is een leren band uit de collectie Oude Drukken. De hele rug was er vanaf en hoeken waren kapot van het leer. De band is gerestaureerd. Je kunt hier zo zien dat er nieuw leer is ingezet. Het hele scharnierpunt, wat wij de kneep noemen, dat is helemaal gerestaureerd, helemaal gerepareerd. En hier op de hoek is een nieuw stuk leer ingezet. Oh ja, ik zie het hier inderdaad. Ja. En verder is de band zelf, het boekblok zelf, is niet aangepast, maar het is wel opnieuw in de band gezet nadat hij gerestaureerd was. Dus we doen het incidenteel wel. We hebben de mogelijkheden ervoor. We hebben de kennis ervoor. Maar in de praktijk kost het heel erg veel tijd. En die kunnen we beter gebruiken om de informatie die in de boeken staat te conserveren. Ja, precies. Ja, kijk. Ja. En nu zie ik dat wij gewoon nu de stukken met onze handen aanpakken. Ja. Dus zonder, ik zie ze hier liggen, zonder de handschoentjes. Ja. En dan krijgen we daar vaak vragen over van mensen. Waarom gebruiken wij hier op het Gelders Archief geen handschoenen? Terwijl dat op andere archieven soms wel gebeurt. Kun je daar iets over vertellen? Ja, de handschoenen die hebben wij in het verleden wel gebruikt. Het verhaal gaat dat het zuur in de handen, het vuil in je handen, heel slecht voor het papier zou zijn. Dat is ten dele waar, maar de concentratie en hoeveelheid vuil en zuur die op je handen zitten, zijn zo weinig dat je nauwelijks kan spreken dat er ook maar enige invloed is. Dat kunnen wij zien aan de archiefstukken, die toch veel geraadpleegd zijn, met blote handen in het verleden, waar nauwelijks tot geen sporen zichtbaar zijn van degradatie van het papier door aanraking. Bijvoorbeeld zo'n stuk wat je net liet zien, dat kwam uit 1800. Daarvan zeg jij van, dat is zo vaak in het verleden, is dat gewoon aangepakt, ook zonder handschoenen, en het heeft eigenlijk niks kwaads aan het archiefstuk gedaan. Nee, klopt. Dus om die reden hoeven we de handschoenen helemaal niet te gebruiken. Een andere reden waarvoor je ze wel zou kunnen gebruiken is natuurlijk op het moment dat iemand handschoenen aan heeft en een oud object vastpakt, heeft die psychologisch effect dat hij denkt, het is een bijzonder object, ik ben daar heel voorzichtig mee. Ja. Dat is een hele goede reden om handschoenen te dragen. Nadeel daarbij is echter dat we hier vaak te maken hebben met zwak of verzwakt papier. En als je een handschoen aan hebt, heb je niet het gevoel of je nou 1 of 2 bladzijden vast hebt. Je hebt niet het gevoel of je het goed vast hebt. Je kunt er zo scheuren intrekken of wat dan ook maar. En bovendien, er komt ook vuil op die handschoen, dus je moet ze regelmatig wassen. Doe je dat niet, dan draag je vuil ook weer over op andere stukken. Dus alle voor's en tegen's afgewogen hebben wij bij het Gelders Archief besloten om geen handschoenen meer te gebruiken. En gewoon goed toezicht op studiezaal te hebben. Ze ook vaak vragen over stellen op studiezaal. Dus hoe kan het toch dat al die stukken, die hele oude stukken uit 1700-1800, dat die zo vol zitten met zand en gruis? Hoe komt dat? Dat komt omdat er werd vroeger met die ijzergallesinkt geschreven. En dat moest drogen. En om het drogen te versnellen, strooide men daar zand overheen. Ah, kijk. Ja. En dat zand dat blijft dan in een stuk of in een boek zitten. Het gaat dan echt, dit is dan een gedrukt boek, maar als voorbeeld, het gaat dan allemaal daar in de vouw zitten. Daar kan het geen kwaad, het gaat er ook niet makkelijk uit. Dus als we nu die stukken op tafel krijgen, en dat zie je ook bij het digitaliseren. Dat zand is funest voor de digitaliseringsapparaten, voor de scanners. Ja, want dus, die glasplaat, daar precies, komen natuurlijk krassen op als daar kleine steentjes of zand precies op zit. Dus we borstelen dat allemaal schoon en dan daar komen bergen met zand uit. En dat is bij de stofzuigers die we daar zien staan. Ja, de stofzuigers die zuigen het fijnstof en eventuele schimmelsporen af. Het zijn dus geen stofzuigers die het zand wegzuigen. Dan zouden ze veel te hard moeten zuigen. Dan zuig je bijna het papier mee. Maar die stofzuigers zijn echt bedoeld voor het fijnstof en de schimmelsporen. Voor de veiligheid van onze medewerkers. Trekken, hoe kunnen mensen thuis, als ze oud spul hebben, hoe kunnen ze met de mogelijkheden die zij thuis hebben het beste hun archiefmateriaal bewaren? Daar zijn ook verschillende mogelijkheden voor. De vraag die je altijd moet stellen is, wil je het voor eeuwen en eeuwen bewaren, zoals wij het hier in het archief bewaren? Dan heb je toch andere middelen nodig dan dat je zegt van ik bewaar het hooguit voor mijn kinderen.
Maar verder gaan we niet. Nee. Dus als je het over de tijdspannen hebt van 40, 50 jaar willen we het bewaren. En wat er daarna mee gebeurt, dat zien we dan wel weer. Ja. Dat zien onze nakomelingen wel. Dan zou ik zeggen, thuis bewaren op een donkere plek. Op een koele plek, zo koel mogelijk. En droog. Niet extreem droog, maar droog. Dus niet in een kelder, niet in de koelkast? Tenzij je een hele droge kelder hebt, dan zou het kunnen. Een koelkast is veel te vochtig, dat zou ik niet doen. Dan zou je kunnen zeggen, goed, dan doe ik het in een plastic zak in de koelkast of in een tupperwarebakje of iets dergelijks. Dus niet doen, want dan sluit je het af. Kan het niet meer ademen, dan degradeert het ook heel snel. Dus als mensen denken van, oh, ik stop het in een oude kist of in een helemaal afgesloten bakje, want dan kunnen er bijvoorbeeld ook geen beestjes, nee. geen zilvervisjes nee. bij. Daarvan zeg jij, dat is eigenlijk ook niet goed om te doen. Nee, ik zou echt mensen willen aanraden, wil je thuis iets bewaren en je hebt het over die 40, 50 jaar, dan zou ik naar een kantoorboekhandel gaan, een goede kantoorboekhandel of een winkel in kunstenaarsbenodigdheden. En ik zou zuurvrij papier, ik heb hier voorbeelden liggen. Ja, want dit is wat wij zelf gebruiken. Ja, ik zou zuurvrij papier, dat is ook in andere kleuren verkrijgbaar. Daar kun je dan je materiaal inleggen, omslag eromheen. En op een donkere plaats. Je kan ook een zuurvrije envelop daarvoor gebruiken. Dat kan je waarschijnlijk ook wel krijgen bij de kantoorboekhandel. Ja, want ik begrijp, deze materialen, bijvoorbeeld de dozen die wij gebruiken, die archiefdozen, die zijn niet zomaar in de winkel te koop. Dan moeten mensen echt voor naar een specialistische zaak toe. Ja, ja, ja. Ja. Want dit zijn deze de dozen archiefdozen die zijn overigens wel deze archiefdozen niet. Ah. Maar er zijn wel zuurvrije archiefdozen bij de kantoorboekhandel ook te krijgen. En als je dus grotere stapels van dit materiaal hebt, dan kun je het beter in een doos bewaren. En hoe lang blijft dit nou? Hoe lang kun je het dan in die doos bewaren? Of is dat nu voor 100 jaar blijft het dan zuurvrij? Deze dozen en deze omslagen, die zijn 30 jaar gegarandeerd. In de praktijk betekent dat ze waarschijnlijk wel twee keer zo lang meegaan als je het op een goede plek bewaart. Ja, want onze condities in het depot, de temperatuur is altijd 18 graden. Ja, en de vochtigheid is altijd, de relatieve vochtigheid is altijd 50%. Met een minimale marge. 5% omhoog en omlaag. En dat bij de temperatuur geldt een marge van 2 graden omhoog of omlaag. Maar dat is de bandbreedte waar tussen wij bewaren. Ja, alleen bij mensen thuis schommelt dat natuurlijk veel meer. Tuurlijk, ja. Dus maar jij zegt dus, oké, dus het moet koel, droog, weinig licht. Ja. En het liefst als het kan dan in zuurvrij materiaal opslaan. Ja. Dan doe je eigenlijk, naar wat mensen thuis kunnen, is dat het hoogst haalbaar om te doen. En geldt dat ook voor foto's? Dat geldt ook voor foto's. Overigens, één toevoeging wil ik nog wel maken voor de thuisbewaren. Zorg er wel voor dat de ruimte waar je het in bewaart, dat je die ook schoonhoudt. Dat die dus bij de wekelijkse stofzuigerbeurt meegenomen wordt. Want op het moment dat je een iets vervuilde ruimte hebt, bijvoorbeeld een kelder, waar soms toch ook wel wat meer vuil te vinden is dan in de keuken, bij wijze van spreken. Daar kan ongedierte, zilvervisjes met name, die kunnen daar toch flink huishouden in papier. Die houden erg van de cellulose waar het papier van gemaakt is. Dus ze vreten het papier eigenlijk op. Dat is wat ze doen. Ja. Dus en spinnen niet weghalen, want die eten graag zilvervisjes. Ja. Dus die helpen je om het spul goed op lange termijn te bewaren. Spinnen zijn dus je vrienden? Spinnen zijn in dit geval je vrienden. Ja. Kijk. Dus. En om terug te komen op je foto's. Dat kun je op dezelfde manier bewaren. Je zou een toevoeging kunnen doen van dit soort fotohoesjes. Om daar je foto's in te bewaren, 1 per hoesje. En dan kan het ook in diezelfde doos. Dit is materiaal dat heeft een speciale test, een padtest gedaan. Photoactivity test heeft dat ondergaan. En is dus veilig voor de langere termijn bewaring van fotomateriaal. Ook dit soort materiaal zou je bij de betere kantoorboekhandel moeten kunnen kopen. En dan zie ik boven bij onze beeldafdeling dat ze juist wel weer handschoentjes gebruiken voor fotomateriaal. Ja, maar dat zijn niet deze handschoenen. Nee? Dat zijn dit soort handschoenen. Kijk. Dat zijn ook niet de gewone latex handschoenen, maar dit zijn nitriel handschoenen. En deze zijn volkomen veilig voor foto's. Foto's hebben een beeldlaag. Die beeldlaag, dat is een soort chemische laag.
En op het moment dat je daar met je blote handen aankomt, kan je wel ernstige schade veroorzaken. Met name aan negatieve. Ja, dus we hebben een aantal vragen beantwoord die jullie gesteld hebben. We hopen dat jullie het interessant vonden. En ja, als je enthousiast bent geworden van dit filmpje of je zou meer willen weten, schrijf het even in de comments onder dit filmpje. En wie weet komen we er nog een keer op terug. Klaas, hartstikke bedankt. Graag gedaan.